Ik ben super trots dat het met zulk mooi weer dat mensen gekomen zijn. En dat het eerste live event voor heel veel mensen zijn geweest sinds corona waar ze naartoe gegaan zijn. En dat is een drempel die heeft iedereen overwonnen en daarom zijn we hier. Dat we ook elkaar weer fysiek zien. Ondanks dat we fantastische dingen in de cloud kunnen doen en andere technologische mogelijkheden. Maar elkaar weer ontmoeten, ja, dat is wel een feestje. Ondanks het feit dat er nog steeds corona is, is het toch heel plezierig om mensen direct in levende lijven te zien en te spreken. En dat zag je bijvoorbeeld terug in het aantal vragen wat ik kreeg na afloop van mijn presentatie. En die interactie die dan op gang komt, dat is totaal anders en altijd beter dan wat je online zou kunnen doen. Het programma past heel mooi in elkaar. Dat mensen precies die tracks kunnen kiezen waar ze opeenvolgend verschillende inzichten en ideeën krijgen aangereikt. Om uiteindelijk tot een compleet verhaal te komen. Ik heb uitgelegd wat een digitale enterprise eigenlijk is en hoe je dat zou kunnen worden. En met name hoe dat dan werkt in onderwijs en kennisinstellingen. Ik heb eigenlijk, om het heel kort te zeggen, de mensen meegegeven dat het eigenlijk niet zozeer om de technologie gaat, maar omdat het vooral om de mens gaat, om de cultuur. Technologie is neutraal, dus het is wat wij er als mensen mee doen. En doe het niet omdat iedereen ermee bezig is. Doe het niet omdat het hip is, maar doe het omdat het een toegevoegde waarde levert. Ja, wij vinden het heel belangrijk, omdat alle instellingen bezig zijn met cloud. En alle ervaringen die je opdoet, die kunnen we met elkaar delen, want we zijn een coöperatie. En door die met elkaar te delen, verlagen we onze eigen risico's en helpen we anderen mee. Ja, en dat is zeer waardevol. En dat krijg je niet met een online event.